Dag wat vies daar. Vandaag zijn we het Monster. We gaan naar Moe Collectibles. We gaan beginnen. Welkom bij Altwies dan nogmaals. Vandaag gaan we dus naar Moon Collectibles. Jullie hebben het al gezien. Hè? Ik ben samen met Siem zijn we naar Moon Collectibles geweest. Waarom zijn we naar Moon Collectibles geweest? Nou, we zijn uitgenodigd door ze. Ze bestaan namelijk 1 jaar. Tenminste, de fysieke winkel bestaat 1 jaar. Ja. En ze hebben een nieuwe webshop. Hè? En we zijn uitgenodigd om een kijkje te nemen in die winkel. Nou, daar zijn we geweest, hè. Hoe vet was dat, hè? Dus ja, daarover zo meer. Wat is dubbelfeest? Ja, want waarom wil je eens nog meer feest? Altwies, dat bestaat ook 4 jaar. We zijn al 4 jaar bezig met video's maken. Veel, hè? Ja. Ja, en Siem heb ik uitgenodigd. Want Siem is een van de allereerste video's. Was Siem al te gast? Hè? En we gaan nog niet verklappen hoe oud hij toen was. Nee, dan moeten we straks dat misschien zelf onderzoeken. Ja, hoe dat komt. Dat gaan jullie straks merken. Maar goed, we gaan eerst eventjes de uitslag bekendmaken. Want vorige video hebben we natuurlijk de giveaway gedaan. Ja. Zeker te weten, het was de paas giveaway. En weet jij nog hoeveel eitjes je kon tellen? Heb je ze geteld? Nee. Heb je ze niet geteld? Nee. Nee? Hoeveel waren er? 1, 2, 3, 4? 5. 5? Ja, dat denk ik. Heb je er echt eentje gemist? Nee, het waren namelijk 6 paaseieren. 6 paaseieren. Heel veel mensen hadden het goed. Echt waar, heel veel mensen hadden het goed. En we gaan de winnaar, gaan we aan het einde van de video gaan we de winnaar bekendmaken. Ja. Dat doen we, hebben op een hele eerlijke manier gaan we dat doen. Dus echt heel erg gaaf. Maar dan gaan we het aan het einde van de video doen. En vandaag, wat is dubbel feest. En doen we er weer een hele gave giveaway. Ja, 25 euro. 25 euro weer. Van? Welke webshop? Tiny Titan. Heel gaaf. Ja, 25 euro kun je daar weer winnen. Heel gaaf. We hebben het al gezegd, we gaan 1000 euro weggeven. Elke video kun je weer 25 euro winnen. Aan het einde van de video gaan we een prijsvraag bekendmaken. En die prijsvraag, ja, die vergt toch wel wat werk. Want je moet even wat dingen opzoeken. Maar dat gaat heel gaaf worden. En het gaat eigenlijk een beetje om Siem. Siem gaat de prijsvraag bekendmaken. Dus dat gaat echt heel tof worden. Maar goed, daarover straks meer. Even kijken nog. Het jubileum. Het was een jubileum weekend was het. Hè? Ja. Het was een eindje rijden. Toch? Voor ons? 1,5 uur, 2 uurtjes rijden was het. Voordat we waren. Maar het was een geweldige mooie dag. We hoefden niet eens een jas aan. Het was echt heel erg mooi. En het was druk. Ja, en we hebben heel leuke mensen zijn we tegengekomen. Hè? We hebben allemaal gedaan. We hebben lekker bubbelthee gedronken. Ja. Hè? En ijs heb je op. He? Het was echt heel erg gaaf, hè? Ja. En we hebben heel veel pops gezien. Pops gescoord, pops gekregen. Nou, noem maar op. Ja, we gaan een impressie laten zien. Ja, hoe het de dag is. Hoe we de dag beleefd hebben. Vandaag deel 1. De volgende video kan ik vertellen. Deel 2. Want we hebben zoveel hebben te laten zien. Dat we 2 hele vette Moon Collectibles video's gaan maken. Dus vandaag deel 1. Dus we gaan beginnen. Maar er kunnen ook anderen allemaal achter staan. Echt heel veel verschillende. En de Chase. Nee, van Bullet Train. Chase. Post Malone. Ja, dan gaan we het gewoon afrekenen. Kijk, maar eens kijken hoeveel. Heel veel. Stranger Things. Heel veel Stranger Things. Hier, Harry Potter. Harry Potter. Een Luk, daar hebben we het vorige keer over gehad nog. Hoe die vier. Coca-Cola. Achter jou ook zien. Maar dat is een hele vette Coca-Cola. Ja? Ja. Oh, de kerstman. Ja. We gaan zeker eens, want we moeten kijken tot hoe ver boven zien. Ik kan daar boven niet eens komen. Ja. Dat zou ik willen. Ja. Niet te doen. Hoeveel pops. Hier, de Chase. Wat? Clone the Dark Chase. Wow. Hier, dit is ook de Chase. Die. Prize Popple. Oh. En deze ook. Een extra. Echt perfect. Mm-hmm. Ja, kijk, echt heel veel vette pops. Deze hebben we wel, hè? Battle Armor He-Man. Welke zien? De Tick. Die is cool, hè? Ja, dan zit er echt heel veel gaaf in. 7,50 euro per stuk. Ja, we hebben sowieso hier al 2 pops. Hikari ook. Heel tof. Ja,
Ja, zoals jullie het zagen, heel veel pops. En buiten hadden ze een hele gave tent neergezet. Hè? En dan waren het allemaal tents die in de sale waren, toch? Of allemaal pops die in de sale waren, die in de tent stonden. Ja. Vette pops, hè? Sim is ook zelf op punt geweest. Hè? Want je hebt er een paar gevonden, hè? Echt heel gaaf. En we hebben hier de tas hebben we klaarstaan. Kijk aan, wat een vette tas van Moon Collectibles. Ja, dankjewel ook voor de tas. Ik zet het bij Sim neer. En Sim, die is natuurlijk mijn speciale gast de komende twee video's. Twee video's die we samen gaan maken, Sim. Hoe vet is dat? En over een tijdje trouwens, Leven gaan we ook terugzien, hoor. Want die gaan we nog een gave... Ja. Wat gaan we doen? Een mystery box battle of iets? Geen idee hoe dat we doen, maar dat gaat ook tof worden. Goed, laat de pop maar eens zien welke we gescoord hebben. Sim heeft ze allemaal uitgekozen, tenminste niet allemaal. Sommige heb ik uitgekozen. En volgens mij, deze pop heb ik zeker uitgekozen. Het is namelijk niemand minder dan... Batman. Juist, kijk eens aan. Batman, dit is nummertje 1. En ik had deze pop al, Batman. Ik had een andere nummer 1. De doos was anders. Ik heb de blauwe editie. Maar deze had ik dus nog niet. Ik vond hem heel erg gaaf. Ja, ik zei al, de pop lijkt heel erg veel op die pop die we al hebben. Die grote 18-inch pop. Maar deze is toch anders. Hè? Deze heeft namelijk zijn armpjes recht omlaag. En deze heeft een andere positie. Zie je dat? Lijkt er wel veel op, hè? Deze superhero is Batman. Kijk aan. Collect hem al. Een set van 6. Set van 6, ja. Ja, en dit is een oudere pop, hoor. Dit is een oudere pop. Hij ik had... Volgens mij 2014 of zo. Ik heb hem ook met de... Maar je kunt het ook al zien, hè. De Funko, de oude logo zit achterop. Oude logo. Gaaf, hè? Coole pop, hè? Jij al, is hij al? Van die heb je al. Ja, ik wist zeker. Deze doos heb ik nog niet. Goed, de volgende pop. Ja, we hebben totaal 6 pops deze video die we laten zien. 6 pops die we gescoord hebben bij Moon Collectibles. Echt heel gaaf. En dit is de volgende. En het is weer... Batman. Het is weer Batman. Ja. Hoe vet is dit? Ja, het is Golden Age Batman van de Specialty Series. Vind je het leuk? Ja? Ja. Kijk aan. 140. Heel gaaf. En dit is een gave set. En Sim, bedoel ik. Darkest Night Batman, die hebben we ook gezien, hè? Weet je dat nog? Die hebben we in de kast binnen gezien. Kijk aan, een set van 6. Dit is van Superheroes. Golden Age Batman. 140. Ja. Echt heel gaaf. En kijk, hier heb je het woord nummertje 144. En die lijkt dus wel heel erg veel op die grote 18-inch poppen. Kijk aan, kunnen jullie hier zien. En dit is de Specialty Serie. Heel tof. En ondanks dat het de Specialty Serie is, is het toch, ja, hè, Limited Edition, staat hij toch achterop. Dat is apart. Ja. Echt? Ja, kijk maar, dat is hij. 140. Oh, ja. Apart, hè? Goed, tot zover. Mijn, deze keuzes waren echt voor mij. Hè? Ik had gezegd, die wilde ik absoluut hebben. Ja, laat jij de volgende maar eens zien. De volgende is... Ja, die hebben we ook wel samengevonden. Mr. Freeze. Yes, Mr. Freeze. Heel erg gaaf. Deze hebben we samengevonden. Batman en Robin 342. Mr. Freeze van Batman en Robin. Ik vond deze heel erg gaaf. Kijk aan. Een set van 2. Set van 2. Ja, want jij moest na een tijdje... Vroeger kan je ook zoeken eens even mee naar Batman Pops. En toen kwam je met deze. En deze was heel erg gaaf. Mr. Freeze van Batman en Robin. Wordt gespeeld door, weet je nog? Welke acteur in de film? Arnold Schwarzenegger. Was je niet opgekomen, hè? Ik ken niet eens anders... Geen idee van... Nee. Ik weet echt niet waar je het over hebt. Dan gaan we nog wel eens een keer een film kijken. De Terminator of zo. Goed, heel erg gaaf. Mr. Freeze van Batman en Robin. Hele gaaf pop. Volgens mij bestaat er ook een Chase editie van. Als ik me niet vergis. Maar dat kan ik mis hebben. Maar ik vind deze heel erg gaaf. Poison Ivy is trouwens ook in deze set. 2 pops. Goed, ja. De volgende pop. Spannend dit, hè? De volgende is... Dit is de eerste pop die we gevonden hadden. Deze was gaaf, hè? En jij kent hem wel. Juggernaut. Juggernaut, maar ken jij het karakter van? Jij zal meteen van hey, die is van de X-Men, maar de laatste film die we gezien hebben? Deadpool. Deadpool speelde je ook mee, hè? Ja. Of mogen we eigenlijk niet vertellen dat je Deadpool hebt gezien? Ja. Piep! Knip er tussenuit. Goed, 196. Kijk aan, X-Men, collect hem al. Een set van 6. En hier hadden we nog geen pop van. Dit is een iets oudere pop. Cable hebben we wel. Maar we hebben een andere cable als deze. Dit is namelijk 177. Een set van 6. Ja, nee, dat heeft niemand gehoord. Dus 196, Juggernaut. En deze is heel erg gaaf. Ook weer een oudere pop. Kan ik zien uit welk jaar hij komt? Nee, ook niet. Er zijn al heel veel stickers in erom overheen geplakt. Kijk aan. Dat zien jullie hier aan de onderkant. Maar het is heel erg gaaf, deze pop. Juggernaut. En ik moet zeggen, een zware pop. He? Veel zwaarder als die andere pop van was. Ja. Misschien gewoon zo'n dat zijn hoofd. Een groot hoofd heet, inderdaad. Juggernaut, 196. Nummertje 4. Nog 2 te gaan. Op naar de ene laatste. En dat is... Dat is... Battle Armor. Oh, wacht. Deze is Skeletor. Van? Van He-Man.
Ja, van He-Man Master of the Universe 563 Battle Armor Skeletor. Heel erg gaaf. Normaal gesproken kom je namelijk de pop tegen met die klauwen. En deze had er niet. En ik vond hem heel erg gaaf. En we hadden Skeletor nog niet. We hadden Skeletor al wel in de pop keychain. Maar we hadden nog niet in deze set. Het is een set van 7. En dit is trouwens, moet ik zeggen, de televisieset. Dus niet de Retro Toy set. Waar ik tegenwoordig heel veel pops bijvoorbeeld bij de Action liggen. Maar het is een set van 7. Kijk aan. En deze is heel erg gaaf. En we hebben hier heel veel pops van. Hè? We hebben hier Evelyn hadden we. Orko hebben we. Battle Armor hebben we nou. He-Man Battle Armor hebben we. Beastman hebben we. Kijk maar, daar hebben we de grote van. De 1039. Die is trouwens wel weer van retro. Dat is jammer. Volgens mij hebben we de Beastman. Beastman kleine versie hebben die ook. Nou, we gaan de set wel eens een keer bij elkaar zoeken. En dan gaan we eens even kijken. Nou, ik heb daar nog wat staan. Daar zie ik Orko. Man at Arms. Maar die zit niet in deze set. Zal ik komen dat er weer een exclusive is. Maar goed, 503 is. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, heel apart. Heel erg gaaf, deze, om die erbij te hebben. Die zagen we, Skeletor, hè? Die zagen we na een tijdje al iets aan drinken. Die zagen we achter de kast. Oké, daar ligt Skeletor. Die moesten we hebben. Ja, heel erg gaaf. Nou, zijn we aangekomen tot de laatste populaas. Deze ook gaaf, hè? Ja. Ja, zeker. We gaan hem erbij pakken. Het is... Het is... Baseball Fury. Baseball Fury van The Warriors, heel erg gaaf. En we hadden allemaal pops van The Warriors, heel erg gaaf. En van The Warriors moet ik bij zeggen. En dit is niet zomaar een pop, dit is een limited edition. Namelijk een... Funko limited edition. Een Funko van de Funko Shop. Ja, dat moet je weten. Funkoshop.com limited edition. Die heeft de oude sticker, deze heeft namelijk de kerststicker er nog op. Ik vond dit heel erg gaaf. En die ben ik al een keertje heb die voorbij gekomen bij een... Een set van 1. Ja, goed. Hij heeft wel meerdere pops zitten in het set. Want we hebben al wat pops uit de Warriors serie. Maar deze is heel erg gaaf om bij te hebben uit in de collectie 824. De Warriors. En zoals ik zei, de Funko Shop Limited Edition. Kerststicker erop. Heel erg tof. Goed. 6 pops die we gescoord hebben. Ja. Hoe gaaf is dat? Hè? Is dat alles wat we gescoord hebben? Zeker niet, want we hebben daar nog iets heel gaaf staan. Ja, we hebben daar namelijk, laat hem maar vast eventjes zien. Dan kunnen we volgende week, of volgende video, gaan we namelijk deze gave mystery box unboxen. Ja. Ja, daarover volgende keer meer. Heel erg gaaf. Maar tot zover deze pops in deze video. Ik ga heel even het briefje erbij pakken, want ik heb natuurlijk heel erg veel opgeschreven wat we allemaal nog moeten zeggen. Ja, volgende week de mystery box. Heel erg gaaf. En wat moeten we allemaal nog meer doen in deze video? De vragen... Juist, we moeten die winnaar bekendmaken. Ja, ja, Cindy zag 5 paaseieren. Ja. Sommigen zag ik inderdaad 4 paaseieren. Meer mensen die meer paaseieren hadden gezien, ben ik niet tegengekomen deze keer. Dat was volgens mij met spookjes wel. Er waren mensen die zagen dat ze 7 spookjes zagen. Ik denk, die zien ze echt letterlijk vliegen. Maar goed. maar goed, deze keer eieren. Het waren er echt 6. Ja. Ja, en de winnaar, die gaan we bekendmaken. En dat doen we door een tromgroffel. En dan moet jij doen... Zo, en dan toveren we hem. Nou, we toveren om deze kant in, denk ik. En dan zeg jij. Of zullen we een keer boven jou doen? Maar oké, boven jou. Ja, dan doe ik trommelen. En zeg 1, 2, 3. Zeg je. Pada! En dan komt hij echt daar, want we kunnen echt toveren. Dan toveren we daar de winnaar. Ja? 1, 2, 3. Tada! Goed, nou, dankjewel, Sie. Daar is de winnaar. De winnaar van die 25 euro giveaway. Heel erg gaaf. Gefeliciteerd daarmee. Hoe kun je nou de prijs claimen? Heel makkelijk. Stuur eventjes een mailtje naar altivista@gmail.com. Ja, altivista@gmail.com. Stuur eventjes een mailtje naar mij. En dan gaan we dat afwikkelen. Heel erg gaaf. En stuur ook straks een mailtje terug. Als je iets gekocht hebt. Ik ben heel erg benieuwd. Want dan gaan we in de video ook eens een keertje laten zien. Wat iedereen van die gave giveaways gekocht hebben. We zijn heel benieuwd, toch? Mm-hmm. Wat voor pops hebben ze gekocht? Ja. Heel erg benieuwd. Goed. En dan hebben we nog iets natuurlijk wat we moeten doen. Die nieuwe giveaway. Toch? Ja. Oké, okay, nou hadden we bedacht. Nou, Cindy is al 4 jaar eigenlijk zit je in deze video's. Want toen we net begonnen, 4 jaar geleden, toen deden we nou vanuit een heel andere locatie. Ja, vanaf de slaapkamer. Ja. Hè? Dat was niet zo professioneel. We hebben nu een heel ingerichte studio. Maar toen zijn we echt begonnen eigenlijk een beetje als grapje. En toen hebben we al video's gemaakt. En één volgens mij video 3 of 4. Toen was je al te gast. Volgens mij de tweede. Ja, één van de eerste. Ja, hoe oud jij toen was, dat gaan we niet zeggen. Maar we kunnen wel zeggen, 18 juli is tienjarig. Ja. En daar hebben we een prijsvraag over. Een prijsvraag, ja. En zeg jij het zelf maar tegen de kijkers. De prijsvraag is... De prijsvraag is... ik ben nu... Ja, hoe oud ik ben. Dat moet je niet zeggen. Maar... dus ik ben dus om 18 juli ben ik dus jarig. En de vraag is,
Hoe oud word ik dan? Hoe oud wordt Siem 18 juli 2023? Ja, hier zien jullie de prijsvraag nog een keer staan. Ja, hoe kun je dat nou weten? Ja, ga eventjes lekker terugscrollen naar die video. Een van de eerste video's die we gemaakt hebben. Ja, daar kun je lezen. Siem in de video hoe oud hij is. En dan eens eventjes bij elkaar optellen. En het gaat erover niet hoe oud hij nu is, maar hoe oud Siem in juli wordt. Ja, hè? Dus niet hoe oud hij is, hoe oud hij wordt. Ja, uiteraard moet je eventjes abonneren, de video liken en het antwoord geven in de comments. Ja, dat abonneren en liken, doe dat nou echt. Want je kunt echt alleen maar meedoen als je geabonneerd bent en de video hebt geliked. Hè? We controleren dat. Goed, ja, niet meer als normaal. Dus heel erg gaaf. En dan kun je prijs maken, hè? Of kans maken op die hele gave giveaway card van Tiny Titan. Van 25 euro. Ja, nogmaals Tiny Titan. Super bedankt dat we dit mogen doen samen met jullie. Heel erg gaaf. En op deze dubbele feest, dat noemen we erin. Dan noemen we het maar even. Moon Collectibles 1 jaar. Wij bestaan 4 jaar. Hoe vet is dit? Dus heel erg gaaf. Ja goed, volgende keer deel 2. En dan gaan we nog eens doen. En dat is het leuke. Dan gaan we iets openmaken waar we nog begot niet weten wat erin zit. Nee. Dat is spannend. Dat vind jij het spannendst eigenlijk, hè? Ja. Dit vond je ook wel spannend, maar dit vind je het spannendst, hè? Ja, dit weet ik al wat het was. Ja, dat weten we al wat het is. Deze mystery box? Nee, die nog niet. Goed, dus ik zou zeggen allemaal heel veel succes met, met de prijsvraag. Ja. Hè? En zou ik zeggen, abonneer, like. En nogmaals, stuur je comment, het goede antwoord in de comments. En zou ik zeggen, allemaal super bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel snel weer in deel 2. Twee, ja. Tot de volgende video. Groetjes, doei. Hoi. Hoi.